Trigger level over 9000 gewoon. Oh my god. Je moet gewoon rennend, hè. En je moet één voor één al die pressure plates doen voordat je verder kan, hè. Ah, nee. Fuck off! Hallo kijkers van Gaz Games. Hier zijn we weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer in de co-op map dinges, weet ik voor wat. En ik ben hier vandaag weer met Remco. Vergeet natuurlijk niet alvast even dat blauwe duimpje omhoog te doen, want ja, dat hebben wij gewoon nodig. En anders krijg je weer een schop onder je kont, en dat wil je natuurlijk niet. Drive to the blue. Oh. Oké, ik heb hier een iron voor een minecart en een button. Ja, zo. Ik denk dat we gewoon een minecart moeten maken, de button indrukken en let's go. Ja, zoiets. Zullen we eens tegelijk drukken? 3, 2, 1. Hey! Yay! Ik kom eraan, Remco! Ja? Oh shit! Het is een race, ik win! Is dit een race? Nee joh, gek. Dat kan niet eens, want als ik... Maak er een race van. Wow! Dit is een achtbaan, gek! Wee woe! Wee woe! Wee woe! Wee woe! Wee woe! Moeten we verder nog iets doen of zo? Nou, ik mag hopen van niet, want anders zijn we dat nu al kwijt. Oh! Hey! Wat? En dan hebben we hier weer een button en dan is het weer 3, 2, rustig! 1, go! Dan moeten we terug? Nee joh, gek! Oh, easy! Dat was een makkelijke room. Oké, geen scars, doorlopen. Oh, wat? Build it by yourself. Oh god. Build battle. Ik zie zand. Ik heb pressure plates, meer niet. Ik heb hier een button. Laten we daar eerst mee beginnen. Ik heb. Oké. Een button. Een chest met een button. Wacht. Ik zie ten eerste een heleboel levers. Of heel veel golden blocks. Moet ik niet voor jou een trap maken? Ik denk het. Weet je wat? Ik ga hier... Oh, wacht even. Ja, oh, ik snap hem al. Oh, wacht. En als ik op de groene button druk... Ja, dan gaat hij weg. Oké. Doe daar één. Eentje op één. Dan twee op die, ja. Nog een keer. Dan op de derde weer 3. Ja, en dan nog een keer. Dan naast de derde, deze dus. 4 keer. Ik weet het. Ja, gewoon doen. Ja, laatste. Oké, dan op die daarnaast. Dus weer aan die kant wil ik 5 keer. Ja, even kijken. Dan is die weg alvast gemaakt. Oké, en dan die daarnaast. Nee, dan aan die kant daar. De middelste. De 1, 2, 3. Dat is 1 hoger. Ja, dat ook is 1 hoger. Oké, even kijken. Nog 2 blokjes op de middelste. Eentje. En nu nog 3 op de andere. Ja, en dan nog 1. Oké, voor mij kan ik daar nou redelijk bij. Dan moet die in het midden, moet 5 blokjes hoog. Even kijken, want dan kan ik alvast even een stukje vooruit. Hup, hup, hup. Dan die waar ik voor mij, die, moet dan even kijken, 2 blokjes bij op. 1, 2. Ja, dan deze aan die kant achter jou in de hoek. Nee, deze. Recht voor mij? Ja. Die moet... Deze volgens mij. Want nee! Een... Jawel. Wat, echt? Ja. Oh, het is een spiegelbeeld. Het is een spiegelbeeld. Ja, ik had hem al door. Nog eentje toch? Ja, nog eentje. Dan die daarnaast, die middelste. Ook weer 1 hoger. Even kijken, nog 2 blokjes. Nog 1. Ja. Dan die naast nog weer 1 hoger. En dan moet ik het allemaal wel kunnen fixen, denk ik. Alhoewel, eentje is nog best lastig. Oké. Ja, kijk, hier zitten al die levers in. En weer 2 crystal shards voor Lemoine. Dan
Even kijken hoor, want dan moet ik aan deze kant precies hetzelfde hebben weer. Dus... Even kijken, ik zeg wel stop. Nog... bij de eerste nu nog 2. Ja, nu nog 1. Dan die daarnaast 2, of 3. Oké. Ja, oké, en daar dan nog 4. Oh, wacht. Stop. Ja, oké. Ga ik even... Zo, nu mag dat. Nog eentje erbij op, zo. Nee, nog eentje. Nog één. Oké, dan heb ik die ook. Nou moet deze... Waar... In de hoek moet nu nog 2 omhoog. 1, 2, ja. Ja. Even kijken, dan kan ik daar net bij. Zo. Oké, dan moet ik nu... Daarheen. En dan hop. Paardje in galop. En dan die. Nou moet je deze moet ook weer hoog helemaal. Ja, die moet ook nog weer helemaal omhoog. Dus dan moet je vanaf hier beginnen met omhoog doen. Dus deze moet eerst. Ja, het maakt nu niet meer uit welke je fout doet, want ze zijn allemaal overgehaald, die levers. Oké, ja, dat zijn die. Die moet... Even kijken, de eerste hoeft niet meer. Deze. Dus deze twee? Ja, die twee. Nog eentje. Ja, oké, nu alleen de laatste nog. Kom je erbij? Nee, wacht even. Doe even 2 op deze. Ja, en dan 2 op die. Hey! Fixed it! Boom! We zijn goed bezig, jongen. Als ik op reset klik, dan haal ik maar 1 laag weg. Dat is op zich wel handig. Oké, tik hem aan. Oké, volgende room. Gaan we weer. Oh, wat? Quick. Round by round. Oh, nee. Ik hou niet van snelheid. Oh god, nee. Uh-oh. Oh, oké, ik snap hem. Oh, dit, nee. Ik wil nu al niet meer. Oh, nee. Oh my god, are you kidding me? Oh, deze is ernstig. Oh, deze is heel erg. Oh. Ja, ik heb er één gehaald. Oké, nice. Nee! Oké, maar ik heb wel een nieuw spawn point volgens mij. Nee, niet. Wat? Hoe dan? Oh, shh. Oké, snap. Oh my god. Deze is te erg. Deze is echt gewoon trigger level over 9000 gewoon. Oh my god. Je moet gewoon rennend, hè. En je moet één voor één al die pressure plates doen voordat je verder kan, hè. Nee. Fuck off! Ik snap het niet. Volgens mij moet je nog springen, toch? Nee, dat niet. Ja, ik loop gewoon zo weer het water in. Het is echt niet te geloven, deze... Hoe kunnen ze ons dit aandoen? Ja, ik heb 1. Oh, laat me zetten. Ik heb 1! Ik heb 2! 3! Wat? 3? Huh? Maar er zit niks hier! Moet ik nou echt wachten op jou? Ik moet er nog eentje, toch? Of moest je er 2? Ja, maar... Oh, wacht. Of moet ik nou weer terug? Wacht. Fuck. Ik heb alle 2 de pressure plates aangeraakt. Ik heb 1. Maar je gaat er niet zeggen dat we het tegelijk moeten doen, hè? Wat? Ja! Oh, ik deed het even op jouw parcours, want we kunnen eigenlijk allebei op elkaars parcours doen, maar... Oh, we springen te ver. Fijn. Voor mij kun je ook gewoon... Nee, dat kan niet. Ik dacht, anders kun je hem cheaten, maar dat kan dus niet. Dan lijkt het op, hè? Maar... Ja, fuck off. Je moet... Ik haal die eerste haal ik wel, maar die tweede telkens net niet. Ja, oké, ik heb hem gehaald. En... Waarom doen we deze maps? Waarom doen we deze maps? Hey! Exit is open! Echt? Ja! Oh, echt? Ja!
Yes! Come on! Dus dan had ik het al goed gedaan. Oké, okay, volgende dan maar. Sand and Stone. Sandstone. Ik heb een button nodig. Ik heb ook een button. Oh nee. Oh nee. Oh, ik zie. Oh nee. Geen time-based parcours, alsjeblieft. Nou, Remco, weet je wat leuk is? Oh! Het is iets met cobblestone hier dat hier heel langzaam naar boven gedrukt wordt. Oh nee, wacht, kijk. En dan. Ik probeer. Hey, Flap. Ja? Ik heb jou nodig hier. Ik wil niet heel vervelend doen, man. Oh, waarom heb je mij nodig? Nou, kijk, daarbovenin zit een repeater, oftewel redstone moet doorgaan. Jij moet het lava telkens laten stromen en dan push ik telkens de cobblestone omhoog als je maakt. Oh. Ja, nee, dat verklaart een hoop. Ja, dus als jij even blijft drukken daar. Maar. Huh? Er moet nog eentje volgens mij. En er komt een nieuwe aan. Oké. Okay. Oké, sand's no moving. Oh, wat? Hey, heb ook voor mij een brug. Van jou? Ja, voor mij ook. Hey, easy. Oké, okay, zo zit dat dus. Oh, vanaf beide kanten. Ja. Dit is echt wel heel netjes gemaakt trouwens hoor. Ja. Klappen. Moet ik toegeven. Alleen duurt eventjes voordat die brug gebouwd is, daarentegen, maar... Nou, even koffiepauze. Ja, even koffieleuten. Oh! Ik werd bijna van dat ding afgeduwd. Serieus? Ik heb hem al, joh. Volgende. Oh, ik ben ernaast geduwd! Oh, we moeten het nog een keer doen, alleen anders, serieus. Ja. Ik ben gewoon dood gegaan terwijl dat bruggetje gebouwd werd. Hop, hop, hop. Dan moeten we het andersom doen, dan moet jij... Moet ik de cobblestone omhoog drukken? Ja. Nee, je moet niet de hele tijd blijven drukken, man. Oh. Je moet drukken, even wachten, drukken en dan... Dus nou moet ik drukken weer. Oh, oh, oh. Ja, oké, okay, en dan nu weer drukken en dan... Oké, okay, kom op. Oh, ik duw terwijl er nog geen cobblestone is. Ja, dus weet je hoe irritant het is om op te letten? Om op te letten, hey. Ja. Oké. Dicht, I guess. Ja. Yeah. Wat? Ja, waarom maakt hij niks? Hij moet... Ja, hè? Ja, als het goed is, die nou onderweg is de laatste, hè? Ja, hey, exit is opened. Easy. Hey, tik hem aan. Doe ik altijd expres om te kijken of ik crystals kan nakken. Ja, ik weet het. Lukt bow and arrow. Ja, oh, bow and arrow. Oh nee. Oh nee. Ik heb nog een boekje erbij. Een boekje zegt: when the bow is used, you are temporarily switched to game mode 0. This is necessary because of a bug. Oké. Okay. Please not start anything with the bow. Ja, maar Remco, wacht even, hè. De targets heette volgens mij. Oh wat, waarom heb jij niks? Hier. Dat kan er wel. Nou ja. Ik weet niet of dit de bedoeling was, maar... Zo niet. Lijkt me wel. Lijkt me ook. Ga nou eens... Ga lijkt kapot! Wel, lijkt wel alsof ik er doorheen schiet, heb jij dat ook? Ja! Ja, ik heb het voor jou. Kun je die voor mij doen? Ja, is goed. Hey, ik heb hem al. Oh, ik heb... Oh, wat? Ik kreeg een lever. Ik niet. Niet? Nee. Oh. En nu? Ja, wat moeten we hiermee doen? Alles hit of zo, I don't know. I don't freaking know. Ain't working. Zie je ergens nog een hidden target of zo? Vraag ik me af. Nee, all targets has been hit. Wacht even. Wat stond er in het boekje?
When the bow is used, you are temporary switched to game mode 0. This is because it's necessary because of a bug to not destroy anything with the bow. Ja, maar... Hè? Hé? Misschien moet je elke torch raken of zo. Dat lijkt me ook niet. Oh, wat? Jawel, hier. Wel? Oh, ja. Nice touch. Ja! Hey! Je hebt een lever! Hey! Slim als je hem openhaalt, hè? Oh nee. Boutons! Ja, ik heb buton. Ik heb twee buton. Ik heb ook één buton. 1, 2. Oh. Nee, wacht, dat moet je. Hé? Oh! Kijk, je moet. De pijl moet schieten. Dan moet je een slijmblok drukken. En dan boont die slijmblok de pijl. Meer die kant op. En dan. Ja, dat zeg maar. Oké, wacht, dus tegelijk drukken ongeveer. Drie. Jij moet 1 seconde naar mij. Oké, wacht. 3, 2, 1. Druk, druk. Oké, tegelijk dan. 3, 2, 1, go. Nee. 3, 2, 1, go. Adem. Nee, bijna. 3, 2, 1, go. Oh, ik was te vroeg. Oeps. 3, 2, 1, go. Gewoon spammen! Nee, ik moet niet gaan spammen, want dan komen ze alleen maar in het blok te zitten. Oké, nou... Wacht, jij moet spammen? Ik moet spammen? Oké, spam. Ja! Hey. Works! Oké, nu hier zo. Ja! Hey. Hey. Cheated! Oké, ik kan snel kijken, zit er iets in? Nope. Oké, mensen, dan zijn we weer een aantal rooms verder. Zelfs meer dan 3 volgens mij. Volgens mij zijn we er zelfs 4 gedaan. Het schijnt dat we 30 rooms hebben, dus het zou wel eens kunnen zijn dat volgende aflevering de laatste is. Ik weet natuurlijk niet hoe moeilijk de laatste puzzels nog worden. In ieder geval, mensen, ik zie speed. Spoilers voor de volgende aflevering. In ieder geval, mensen, ik wil je allemaal nogmaals heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie het leuk vonden, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. Abonneer ook even op Remco, linkje in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Later.